Deze week in een minuutje maar niks. Improviseren. Improviseren is doen wat je doet op het moment dat het moet gebeuren. En niet vooraf bepaald en verzonnen en in kaart gebracht. Improviseren is eigenlijk gewoon het leven laten stromen zoals het wil. En heel veel mensen hebben er moeite mee en vragen zich af hoe ze dat moeten doen. Maar het gekke is, we doen het al. En heel vaak ook. Als jij naar de bakker gaat voor een halfje gesneden volkoren, dan improviseer je helemaal de tyfus. Je loopt naar binnen, iemand zegt wie is er aan de beurt en dan kijk je om je heen en zeg je nou ik misschien. En dan praat je even met een mevrouw naast je en dan ben je aan de beurt en dan moet je zeggen wat je wil. En dan zeg je doe maar een halfje gesneden en dan zegt de bakker, wil je misschien twee halfjes, want dat is vandaag goedkoper. Dan zeg je dat is goed en dan neem je er misschien nog wel een krentenbol bij. En als je een hele gekke bui bent, een stuk appeltaart of een tompoes. En dat is allemaal improviseren. Je wist niet dat je het ging doen en je doet het gewoon omdat het gebeurt. Dus eigenlijk net als dit filmpje. Doei!